Ingenieurs moeten in hun plannen ook rekening houden met brandpreventie. Een belangrijk onderwerp voor de maritieme sector. De maritieme sector kan niet zonder de laatste techniek, ook op het gebied van brandplusapparatuur. FirePro Benelux is een erkend en volledig gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Hun apparatuur blust branden zonder water en is veilig voor mens en dier. Ook de welbekende rondvaartboten van Speedo zijn met hun apparatuur uitgerust. Robert, we praten vandaag over de Nederlandse maritieme sector. Wat is jullie link met deze sector? Nou, onze link dat is de brandveiligheid en met name de technische ruimtes. Ook in de wereld van scheepvaart is innovativiteit blijft natuurlijk ook doorgroeien. En dat is toch wel een stukje van ons expertisegebied. Van goh, hoe kunnen we dingen verbeteren? Mm-hmm. Hoe kunnen we door middel van research en development komen tot verbeteringen op het gebied van brandblussen op het moment dat er brand uitbreekt. Ja, want als die maritieme sector zich ontwikkelt, zullen jullie mee moeten. Ja, inderdaad. Nou zie ik allerlei artikelen hier op tafel staan. Kun je me misschien uitleggen waar ik naar kijk? Ja, dit is zeg maar de nieuwe systemen van het blussen van branden. Mm-hmm. Wat ik net al aangaf, de ontwikkelingen gaan natuurlijk ook door in de brandblussystemen. Als we bijvoorbeeld denken aan een mobiele telefoon, wat we daar zoveel jaren geleden liepen met een grote zware koffer en grote brandblussers. En tegenwoordig is dit een brandblusser. Dit is een brandblusser. En kan je gewoon een brandje mee blussen. Dus met brandblussystemen worden de systemen compacter, mm-hmm. Worden ze krachtiger en worden ze ook schoner en veiliger in het gebruik. Oké. Schoner worden ze? Ja, dat heeft te maken met de soort blusstof. Ja. Als je inzoomt op een brand, mm-hmm. dan moeten we een brandstof hebben. We hebben de zuurstof om ons heen. Ja. Die twee mengen zich met elkaar. Daar komen dan vlammen op en roepen we met z'n allen brand. Ja. Eigenlijk moeten we dan zeggen chemische reactie, maar goed. Exact. Als we dan een brand willen gaan blussen, dan gaan we daar of water overheen gooien om hem af te koelen. Of je doet er bijvoorbeeld gas inspuiten wat de zuurstof verdrijft en dan gaat de brand uit. En dat doet dit dingetje? En dat doet deze nou juist niet. Want met brand, als we bijvoorbeeld met water gaan smijten, ja. dan krijgen we oppervlakte- en grondwatervervuilingen. En gaan we met gassen zuurstof verdrijven, dan gaat de brand uit. Maar wij gaan ook uit, ja. want wij hebben zuurstof nodig. Nee, exact. Ja, daar is jaren geleden is daar voor de ruimtevaart een speciaal blusmiddel voor ontwikkeld. Dat moest zijn onschadelijk voor mens, dier en milieu. Mag de ozonlaag niet aantasten, mag geen zuurstof verdrijven. En het moet ook nog eens onschadelijk zijn voor apparatuur. Mm-hmm. Dat hebben ze ontwikkeld. Daar is dit product uitgekomen. Wat ervoor zorgt dat de brandstof en de zuurstof zich niet meer met elkaar kunnen vermengen. Zonder daarbij het zuurstofgehalte in de lucht te verdringen, als het ware. Precies. Ja. En druk je dan op een knopje? Want het ziet er allemaal. Het is een soort lontje, maar die moet je vast niet aansteken. Nee hoor, nee. Hier sluit je ermee aan. Okay. Je hebt zoals je dat ook op landapplicaties hebt, heb je daar melders die uiteindelijk gaan melden van hé, er is een brand. En dan kan je gaan handelen. En dan kan die of handmatig of automatisch kan die geactiveerd worden. Oké. Ja, hoe gaat de ontwikkeling van zo'n product dan in zijn werk? Ik hoor net al het woord ruimtevaart vallen. Mm. Kijken jullie daarnaar? Ja, wat wij doen is heel nauwgelet de markt volgen. Van wat gebeurt er nou in die markt? Op een gegeven moment weten we wel, een woningbrand is een woningbrand. Ja. En een brand in de machinekamer, dan weten we ongeveer nu wel van wat gaat er branden, hoe kunnen we blussen. Ja, wat de stappen zijn. Maar er komen ook nieuwe aspecten bij, zoals bijvoorbeeld de lithium-ion batterijen. Ja. We kennen allemaal wel de verhalen van de mobiele telefoons. Maar je moet je voorstellen dat aan boord van schepen er natuurlijk best grote lithium-ion batterijen komen. Ja. En het gevaar daarvan bij brand is dat het heel erg moeilijk te blussen is. Nou, dat is nou een item, daar duiken wij in. Daar besteden we heel veel tijd aan research en development. En met name voor die lithium-ion batterijen als voorbeeld zijn we nu zover dat het product daar ook voor geschikt is en gecertificeerd. Ja, hoe kun je het goed doen in deze markt? Als je... In deze markt moet je zorgen, zeg wat je doet. Doe dan ook wat je hebt gezegd, ja. Heel belangrijk. Zorg ervoor dat je de juiste certificaten hebt en kom met de juiste onderbouwing. Ook met de juiste testrapporten en met name
testen gedaan bij geaccrediteerde instellingen. Erg belangrijk. En waar zit er nou de grootste uitdaging in als je het hebt over de ontwikkeling? De toepassingsgebieden. Mm-hmm. Omdat met deze ontwikkeling en dit product, omdat het op zoveel plaatsen kan worden toegepast, denkt men soms wel van, ja, je kan het overal toepassen, ja. Maar zo is het natuurlijk niet. Je moet wel heel specifiek... Dat is heel intensief, dat je de diepte in moet bij een... Ja, dat klopt. Nou, laten we zeggen, we hebben het over een schip bijvoorbeeld. Ja. Hoe zie jij de vraag naar dit soort producten ontwikkelen? De vraag is op het moment enorm. Het groeit erg hard. En dat komt... Je hebt natuurlijk, eerst moet je door al die certificeringsprocessen heen, je moet door al die testen moet je heen, dan krijg je de certificaten. Dan ga je rustig aan, ga je beginnen en dan komt op een gegeven moment toch wel een vraag. En met name door de onschadelijkheid van het product en ook omdat alles nog eens is uitgevoerd in roestvrij staal. Nou, aan boord van schepen, we weten het, dan als we daar gewoon metalen onderdelen gebruiken met zout water, dan gaat dat heel hard achteruit. En met deze units, opgebouwd uit roestvrij staal, heeft het een enorme lange levensduur. Dus zeer duurzaam ook. Ja, absoluut. Ja. Want ja, dat hoor je ook tegenwoordig. Zeker, ja. Nee, bedankt voor de inzage in jouw bedrijf. Oké.